Here in the shrinking perimeter, the Germans are plastering us unmercifully with mortars and 88s. And they've taken the ferry, so the Poles who dropped below the river aren't across to us yet. Gisteren hebben de laatste Engelsen zich bij de Rijnbrug naar een heldhaftige strijd over moeten geven. De gehele stad is weer in Duitse handen. Verbitterd is er gevochten. Als de geallieerde hoofdmacht nu maar opschiet, anders gaat het mis. Market Garden, dag 5. Het is de dag van de Polen. Door het slechte weer kunnen er nu pas Poolse para's gedropt worden bij Drill. Maar het is te laat om het tijd te keren, want de Engelsen in Oosterbeek die zijn nu zo ver teruggedrongen dat ze alleen nog maar een kleine cirkel rond Hotel Hartenstein in handen hebben. De Amerikaanse grondtroepen die kunnen vanuit Nijmegen de Betuwe intrekken. Maar ze ondervinden zoveel Duitse tegenstand dat ze de brug niet kunnen bereiken. En General Frost en zijn mannen die hebben de brug inmiddels moeten overgeven. En dat betekent dat de brug weer in Duitse handen is. Dag dames en heren, goedenavond en welkom vanaf de Ginkelse Heide, waar vandaag zo'n 1000 parachutisten landen, onder wie 1 hoogbejaarde, maar daarover straks meer. Aan tafel Gerry Verbeet, voorzitter van het Landelijk Comité 4 en 5 mei. Ja. Lea-Marie Spiekman. Zij is, ja, ik zou kunnen zeggen, een soort verzoeningsstagiaire. Maar je mag straks uitleggen of dat een goed woord is. Ja. En Bram Gandia. En hij is, nou, laten we zeggen, voor herdenken, gedenken met Duitsers. Maar ook daar komen we straks op terug. Want we beginnen even bij vandaag. We hebben van alles gezien. Onder meer dus die sprongen. Gerry Verbeet, het blijft indrukwekkend, hè? Het was voor mij de eerste keer dat ik hier was. En ik ben echt diep onder de indruk van de massaliteit. Er zijn zoveel mensen met kinderen die hier komen kijken. Echt prachtig om te zien. Ja, en die parachutisten in die aantallen uit zoveel landen. Ja, is natuurlijk geweldig om dat mee te maken. Ja, ja, heel bijzonder. Lea-Marie, had jij het al gezien? Ja, ik heb ook al heel veel militairen uit verschillende landen gezien. Duitse vlag ook. Vond ik ook heel bijzonder dat te zien. Want dat dacht ik niet, dat ook Duitse militairen hier En ze zijn er. Dat is niet de eerste keer. Het is al een tijd. We spreken daar straks nog wel wat verder over. Ja, Bram Gandia, al het goede komt van boven. Ik ben predikant. Ja, dus nou, ik maak hem even. Ja, natuurlijk. Nee, wel eens gezien. En ik was erg onder de indruk toen ik hier aankwam rijden. Want toen sprongen ze net. En tegelijkertijd dacht ik, oh, wat ongelooflijk kwetsbaar als je die mensen daar in de lucht ziet hangen. Ja. Ik dacht, wat een lef. Hangend aan een parachute. En zoals zou blijken, ook nog schietschijven voor Duitsers die verborgen waren op dat moment. Die gruwelijke gebeurtenissen, die spannende gebeurtenissen, wordt al herdacht sinds 1960. We hebben even de beelden van vandaag waar we ook ondertussen naar kijken. Hier zien we het. Dit was dus eerder vandaag, die sprong. Het blijft natuurlijk een spektakel, hè? Is Gerry Verbeet, is dit de goede boodschap? Mensen die het vliegtuig springen, want we willen natuurlijk nog steeds ook een verhaal vertellen. Hè? Nou, de goede boodschap is denk ik dat je ook zoveel jaar na de oorlog je iedere keer moet blijven realiseren wat er toen aan risico's gelopen is door jonge mannen die vaak helemaal niet bekend waren met Nederlanders. Ze kenden Nederland vaak niet, ze wisten niet waar het lag. Om toch ons te komen bevrijden. Om toch hun leven op het spel te zetten voor onze vrijheid. Ja, en dat doen nog steeds militairen in andere landen. Dat ze opkomen voor de democratie in andere landen. Dus het is heel goed dat ze daarbij stilstaan. Ja, en maar die parachutes, hebben die dan echt zeggingschap? Ik bedoel, als je dat ziet, dan komt het over? Ja, natuurlijk. En wat is nou... U zei het net al, meneer Van der Pol, wat een risico je neemt door te springen. En natuurlijk is het een calculated risk, hè. Ze weten wat ze doen, ze hebben geoefend. Maar sommigen niet eens zo heel erg veel. Nee. Want ze zijn maar een hele korte opleiding zijn ze soms al hier naartoe gegaan. Zeker, ja. We hadden het springen, maar we hadden natuurlijk ook de herdenking. Dat was een hele bijzondere dit jaar, omdat prins Charles erbij was en prinses Beatrix. Even een klein stukje kijken.
Dit is de kranslegging door prinses Beatrix. Het is bijzonder, want de koningin, de prinses, die ging afgelopen ook direct naar de veteranen. Ja, dat wil ze ook. Ik vond het ook heel bijzonder dat ze de ene roos die uit de krans gevallen was, dat ze die opraapte en mee naar de plek nam. Het is altijd geweldig. Ik vind het altijd geweldig. Dat zegt mijn koningin nog steeds. Ja, precies. Maar het zijn ook kleine dingen die zo'n dienst ook juist zo speciaal maken, zo'n herdenking. Ja. Bram Gandia, zo'n herdenking, er wordt gesproken door een padre altijd en zo. Zijn dat dingen die indruk maken op u als predikant? Ja, deze herdenkingen, überhaupt 4 mei herdenkingen vind ik enorm belangrijk om stil te staan, ook letterlijk stil te zijn, op verschillende plekken. Lang in Amsterdam gewoond, toen ging ik altijd naar de Dam, maar later naar het Weteringcircuit, waar mensen gefusilleerd werden, waar ook een collega van mij in de oorlog getroffen is door een afketsende kogel, juist een verzetspredikant. Ik vond die kleinschalige herdenkingen ook altijd heel indrukwekkend. Zeker, ja. We hadden het net over het parachutespringen. Het was een spannende dag voor die parachutisten die soms niet zo vaak geoefend hadden. Er is één persoon die had één keer geoefend. Dat is 75 jaar geleden. Dat is Sandy Cortman uit Aberdeen. Toen was hij hier al. En het was vandaag een hele spannende dag. Want hij komt voor het eerst is hij terug in Nederland na 75 jaar. En hij ging vandaag springen. En hij heeft gisteren, dat was ook heel spannend, de medische keuring ondergaan. Oh ja, natuurlijk. Left, right, left, right, left, right, good lad. Sandy was vroeg uit de veren gisteren en wilde per se nog wat trainen voor de komst van de Red Devils. Slow down. Maar eerst terug naar 1944 en het moment dat Sandy aan de oever van de Rijn krijgsgevangen wordt gemaakt. My prisoner war number was 92100. 92100. Well, eventually I was in my work party in Stalag 4F at a place called Zwickau. Zwickau, is that right? Zwickau, yeah. Pretty called Stubborn. You know, the little stone between the sleepers. They jacked up the rail. And maybe with a 2-3 yards of rail, jacked it up. Take a fucking look who do one of that bed. Left leg, left. De Red Devils, de mannen die de tandemsprong met Sandy doen, zorgen zelf ook voor een laatste inspectie. I wish John could see that. Maar na een paar kleine testjes blijkt Alexander Cortman in topvorm. Okay, Sandy, you're welcome to sit back now. If you could take hold of your legs, and I will say legs up, bring your knees up like that, and just lift your feet up out of the way. That's what we've been practicing. And then just push your feet out a little bit if you can. So if your feet, are you able to put them to there? Yeah. Yeah, there we go. Okay, and relax. Brilliant. Excellent. Yeah? A corner. And you saw that person coming around the corner, you know. And he's looking around, you know. And I'm going, hey man, what? Hey. Typical American, kick the fucking door open. Oh, and they're coming, they're on each other. Hey, I'm. They were our prisoner now. What are you going to say on the way down? Look up your daughter, Scotland's coming. we were released. So, went for a walk around the town. Place was deserted. Shops were all deserted. Come to the wooden shoe shop. The door was open. Up on the shelf, I spotted a pair of shoes. Hey, look at that, Jesus Christ. Hey, they fed me. You used the shoes on a very special moment. Yeah, I got married in them, yeah. We married for 54 years. Two children, Alan and Susan.
Sadly, they're all gone now. But here, I had 54 years, happy years there. Maybe there was a few, but here, not too long. En in het spoor van de Red Devils kiest onze veteraan vandaag dus het luchtruim. Ja, Bram Grande, ja. Hij kiest vandaag het luchtruim, zegt de verslaggever. Ziet u zichzelf dat doen? Nou, niet op mijn 100ste, geloof ik. Nee. Nou, hij is ook slechts 97. Ik zou het nu dus doodeng vinden. Nu al. Ooit gesprongen trouwens, of niet? Nee, nooit. Nee. En u, mevrouw Verbeek? Nou, ik zit er nog over te denken. Ja? Ik ben er nog niet helemaal uit. Het schijnt een fantastische ervaring te zijn. Maar als het landen doet, lijkt mij nog wel bijzonder, om het zo maar te zien. Ja, nou, dat denk ik ook. En ik denk vooral het springen misschien zelfs eigenlijk. Vooral dat je zeker weet dat je goed, dat je niks breekt. Nee. Ben je Marie, heb je wat gesprongen of niet? Tandemsprong, maar niet echt uit de lucht. Meer gelopen en dan paragliding. Oh, oké. Nou ja, dan heb je niet. Voor mij was het ook heel bijzonder. Dus ik was wel bang, maar dus ja. Nou ja, goed. Sandy Kortman, die is dus goedgekeurd. En we hebben hem gezien vanochtend. Hij is gesprongen en hij hing boven ons. Kijk even mee. I did it, yeah. Yay. How was it? But I'm not going to do it again. Why not? Lads, we got 8 minutes. Oh, I'll have no finger legs left. No. It was Before we carry, I'll just shout. Thrillingly terrifying. Okay, Dick. But better than 75 years ago. 75 years ago. A lot different than this. Hij zat midden op het podium in zijn rode pak. Prachtig. Ja. Nou, maar het is een held. Het was toen een held. En ik vind hem nu eigenlijk weer een held. Ja. In Polen werd vanmiddag ook herdacht. Daar staat de rol... In Driel werd herdacht. En daar staat de rol van de Polen centraal. Daar was ook Ted Cizek. En Ted Cizek is een Poolse veteraan die, net als Sandy Kortman, voor het eerst sinds de oorlog terug is in Nederland. En wij spraken hem begin deze week bij de opening van Arnhem Boys in Oosterbeek. Dat we toch elke Poolse veteraan bij naam meende te kennen. Hi Ted. Dit is Tadeusz, Ted Cizek. Hij landde hier in 1944 met de Poolse eerste onafhankelijke parachutistenbrigade. Maar nadien is hij nog nooit terug in Nederland geweest. Een verloren veteraan. Simple reason. I felt I would not be probably needed. So I didn't think it's a big deal. Toch wat ik deed. Because every soldier fighting for his country first is praying to survive. That's simple. The Polish army did whatever they could, but unfortunately, my brigade evidently could not manage, but they were willing. Everybody knows that. Niemand wist van het bestaan van Ted Cizek, totdat de Britse fotograaf Richard Jobson hem opspoorde voor Arnhem Boys, een portrettenserie van veteranen van de Slag om Arnhem. Cizek reisde speciaal naar Nederland voor de opening van de tentoonstelling bij het Airborne Museum in Oosterbeek. What was your dad's first reaction when he came here in Oosterbeek? Oh, today he was a little bit quiet, but he is honored that he received an invitation and that he is, treated so well. He's just kind of considers himself as an average guy, right? Just blends in with the crowd and all of a sudden he's the center of attention. So he's not really used to being at the center of attention. So it's a special treat
and definitely a compliment. He feels, I'm sure, humbled. So he's here for the first time since 1944. What must that be like for him? Well, I'm sure it's going to be pretty emotional because, you know, a lot of these guys left a lot of their friends here. Their friends never made it back home. You know, he went through a lot as well, you know, even before Arnhem, you know, with the Poles who were exiled to the gulags in the Soviet Union by Stalin. They went through so much. They went through, you know, hunger and deprivation and brutality. And after, you know, they left the Soviet Union in just wearing rags as skin and bone, they made it down to Persia to join the Polish army. And even after that, they wanted to regain their strength to fight, to liberate their homeland and to liberate Europe. And, you know, I have nothing but admiration for them, you know, for doing that. Of course, I'm grateful to be here today. So in the end, let's pray and think every day that without God, nothing can be done. Thank you very much. Ja, en ondertussen gaan de parachutesprongs hier, de droppings, die gaan gewoon door boven de Ginkelse Hei. Gerry van Beet, veel parachutes vandaag. Het is ook een jubileumeditie, 75 jaar Market Garden. Ja, daar hoort ook iets speciaals bij. Hè? Ja, er is een hele mooie herdenkingsmunt vandaag geslagen door de Rijksmunt. En dat heeft de CDS gedaan, commandant der strijdkrachten, Rob Bauer, samen met een oude veteraan. En daar staat dus een parachute op aan de ene kant. En de andere kant is de brug over de Rijn. Dus een prachtige herdenking aan de luchtlandingen. Echt schitterend. Ja, hij is inderdaad mooi, ja. Ja. En het is dus een collectors item, hè? Die absoluut moet even bewaard absoluut blijven. Ja, dan moeten mensen zien dat ze eraan komen. Ja. Ze zijn uiteindelijk vandaag niet gesprongen, de Duitsers, wegens technische redenen. Maar eerder deze week al wel. Samen met Italianen. En dan denk ik, de Duitsers en Polen, maar de Duitsers en de Italianen, de oude vijanden, dan hebben we toch stappen gemaakt, hè, als ze er gewoon bij zijn vandaag. Ja, en dat is natuurlijk in Nederland al vaker vertoond. Hè. Er zijn ook, ik weet, in Putten, waar ik vlakbij woon, daar heeft eigenlijk ooit een Duitse dominee het initiatief zelfs genomen tot de herdenking van de Puttenaren die uiteindelijk in Neuengamme of op de boot uiteindelijk door vriendelijk vuur zijn getorpedeerd. De Puttenaren die naar die actie zijn afgevoerd. Mm-hmm. Duitse dominee bij Neuengamme heeft het initiatief genomen om in Putten die herdenking op te starten. Ook bij de Noordmeer Auschwitz-herdenking, Holocaust-herdenking in het Wertheimpark zijn ook altijd Duitsers aanwezig. Maar ook een heleboel andere ambassadeurs van andere landen. Op de Dam niet. Op de Dam hebben wij alleen maar, een herdenking van eigen burgers. Ja. En eigen militairen, eigen veteranen. En dat doen we omdat we het echt een hele intieme nationale herdenking willen houden. Ja. Maar hier is het gegroeid om dat wel te doen. En dat vind ik ook een mooie ontwikkeling. Zeker. En Bram Gandy, u bent daar erg voor, hè? Ja, dat kwam zo. Het heeft een aantal redenen. Ik vind dat iedereen, elke middelbare scholier, de redenvoering moet lezen van president von Weizsäcker in 1985. Dat is zo'n fantastisch verhaal waarin hij in het vorige Duitse volk herdenkt, schuld beleidt en zegt, voor mij en voor Duitsland was 8 mei 1945 de dag van de vrijlating. Dat vind ik zo fantastisch. En dan denk ik, ik was predikant in Weel, in de buurt van Doetinchem. Mm-hmm. En er was ook elk jaar een 4 mei herdenking. En dan kwam de Rooms-Katholieke pastoor, Protestantse dominee en de burgemeester van Raasveld kwamen ook. En die hoorden dan altijd elke keer maar weer die verschrikkelijke verhalen over de moffen. En toen heb ik op een gegeven moment na 2 jaar gezegd van, wordt het geen tijd om die burgemeester eens een keer een verhaal te laten houden? Daar moesten we eerst met elkaar over praten. Dat hebben we grondig gedaan. En dat heeft hij gedaan. En hij heeft een fantastische toespraak gehouden in 2008. Waarin hij zei dat ook hij antifascist is. Dat het fascisme verslagen is. Dat Duitsland ook niet samenvalt met het fascisme. En dat wij het hem niet zouden kwalijk nemen dat hij bij de kranslegging in Weel ook dacht aan de jonge Duitse militairen die daar gesneuveld waren. Ja, ja. Wij rijden rond met een bioscoopbus, een soort mobiele bioscoop, waarin we beelden van de oorlog laten zien. En dan stellen we mensen ook altijd de vraag. De vraag die we nu gesteld hebben is, wat vinden jullie ervan? Moeten we eigenlijk samen met Duitsers herdenken? Dat lijkt me een geweldig en ontroerend
idee om dat samen met de Duitsers te herdenken? Ik zou dat op termijn wel heel mooi vinden. De generatie die nu leeft in Duitsland is meer het jongere grut, doordat er bij betrokken moet worden. Ik weet het niet. We kunnen het beter nog even apart herdenken. Zolang er mensen zijn die de oorlog daadwerkelijk hebben overleefd en die daar moeite mee hebben, gaat hun mening wat mij betreft voor op die van mij. Ja. Hey Marie, terwijl de vliegtuigen hier overkomen. Maar wat vind jij? Ja, ik ben dezelfde mening. Ik ben een beetje verrast. Want ik heb bij het monument Kamp Vught gewerkt. 1 jaar vrijwilligerswerk gedaan bij Action Zonnezeichen. Daar zat ik ook heel vaak bij de balie. En kwamen ook mensen tegen waar ik het ook uitgelegd heb wat ik doe. En ik heb eigenlijk ook bijna alleen positieve reacties gekregen. En eigenlijk ook één reactie was: waarom doe je dat dan? Dat is niet jouw generatie. Jij hebt niks fout gedaan. En wat is jouw antwoord daarop? Ik zei, ja, maar we hebben ook in Duitsland, dat de rechterkant, veel meer toespraak, veel meer mensen. Ik heb het gevoel, het gaat weer terug. En daar weet ik dat, ik moet er ook iets tegen doen. En als ik het alleen zeg tegen die mensen, of als ik alleen bij mij zeg... Maar je zegt, het gaat terug, het wordt slechter, vind je? Ik vind het gaat weer, de Duitse rechterpartij, AfD, Alternatief voor Duitsland. Ja, in die zin, ja. Ja, die krijgt veel meer toespraken, veel meer mensen die daar aansluiten. En dat, dat vind ik wel, dat het maar het is ontzettend positief, hè, dat zo'n jonge meid in Vught, notabene, concentratiekamp, als Duitse de verhalen vertelt van de gruwelijkheden die daar zijn geweest. Ja. Nou, dat zie je gelukkig overal, hè? Dat jonge mensen zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het vasthouden aan de vrede, aan de verdraagzaamheid ook. Aan niet groepen buitensluiten. En de oorlog is ook in Nederland voor heel veel mensen het morele eikpunt. Hè? Van daaruit bouwen ze die redeneringen op. En zoals wij in NATO-verband met elkaar samenwerken, zeker de militairen. We hebben heel veel gemeenschappelijke activiteiten met Duitsland. Dus dan past het ook echt om in zo'n omgeving dat samen te doen. Al zo lang. Dus Aktion Zühnezeichen, verzoeningsteken. Dat is een organisatie die al heel snel na de Tweede Wereldoorlog daarmee begonnen is. Hè? Dus er lopen al zo lang jongeren vanuit Duitsland hier in Nederland en op vele andere plaatsen rond. Ja. Dat vind ik fantastisch. Praten we zo over verder, want in de oorlog ging het leven ook gewoon door. Er werden ook gewoon kinderen geboren. Zelfs op 17 september, de dag dat Market Garden begon. En dat weten we omdat 20 jaar later werden 4 van die kinderen die op 17 september geboren waren, 1944, gevraagd werden om de eerste steen te leggen bij het gemeentehuis van Arnhem. Nou, van die 4 zijn er 2 overleden, 2 leven er nog. Een van hen is Theo Wigman en die vierde dus op 17 september zijn 75e verjaardag. De bouwput voor het nieuwe stadhuis is klaar. En de eerste steen voor het bouwwerk werd gelegd door een meisje en 3 jongens die op die 17e september 1944, precies 20 jaar geleden dus, in Arnhem geboren werden. Nou, moeder schrijft dus aan haar schoonzuster in Nijmegen vanuit evacuatieadres Beekbergen op 18 oktober 1944. Een beetje van de eerste schok bekomen. Onder een regen van bommen kwam zondagmorgen 11 uur onze kleine Theo ter wereld. De dokter was net vertrokken toen het hoe langer erger werd. Niemand durfde meer de straat op. Zo ziet de geboortedag van Theo Wigman eruit. Zijn vader en moeder verhuizen eind 43 met 4 kinderen van Nijmegen naar Arnhem en vestigen zich uitgerekend aan de Onderlangs. Ruim een half jaar later, tijdens de eerste dagen van Market Garden, het middelpunt van de frontlinie. Dus mijn moeder zat natuurlijk op hoge nood. Die is naar de eerste verdieping naar de slaapkamer gaan, is er nog een dokter gauw gekomen. En gauw is mijn moeder bevallen om 11 uur. Die dokter gauw weg, want die dacht wegwezen hier. Nou, daar zaten ze. En toen begon het gedonder. Maandagmorgen begonnen de eerste korrels bij ons door de gang te vliegen. En vluchten we alle de kelder in met de pasgeborene Theo op een hoop aardappelzakken. We hebben met 15 man daar gezeten, heb ik begrepen. En die zijn daar terechtgekomen. En toen op een gegeven moment kwam, eerst had je dus dat geschut wat in Meinderswijk bij ons achter stond, in de polder. Dat begon al te schieten op alles wat bij ons langskwam. Naar de hand kwamen natuurlijk, ik geloof een dag later, die tanks. 2 dagen en nachten in de kelder gezeten. Het was een hel. Met 10 Engelsen in huis sloegen ze de ruiten stuk en begonnen te paffen. Nou, ze kregen de volle laag terug. Het werd zo verschrikkelijk dat we in de kelder stikten van de kruiddamp met de tanks voor de deur. Hier heb je dan de beruchte foto van de tanks bij ons
voor de deur waar mijn moeder in die brief aan de tante over repte, dat ze bijna stikte van de kruiddampen van die krengen. En dan zie je hier, dit is de huidige situatie, dan zie je, hier heb je het Rijnhotel en daar wonen wij dus naast. En dat kan je hier ook nog zien, want hier zie je net nog een stukje Rijnhotel. Dat is bij ons pal voor de deur bijna. Dinsdagmorgen waren we weer Duits geworden. Een Duitse soldaat kwam de kelders inspecteren en gooide een handgranaat die wonderbaarlijk niet ontplofte. Een Duitse wou gooien of heeft gegooid, handgranaat naar binnen. Die is langs mijn vader geschampt, had een bloedende wond in zijn hals. Die viel op het bed waar ik met mijn moeder lag, een stel aardappelzakken. Maar die is niet ontploft. Die Duitser is door het kelderraam ook te... maar wij hadden een gewonde Engelse officier aan de kelder erbij. Dus misschien had hij gedacht op, die is door het kelderraam naar binnen gedonderd, bij ons de kelder in. Toen zijn wij de kelder uitgevlucht, over de lijken in de voortuin naar het Sint-Elisabeth Gasthuis. En dat was op 19 september. Maar ja, heel gezin moesten weg, dus alleen ik met mijn moeder mochten er blijven. Nou, omdat niemand eigenlijk wist waar wij gebleven waren van de familie, had mijn moeder via het Rode Kruis haar een kaartje gestuurd. En daar had zij blijkbaar op gereageerd. En toen heeft ze ook nog een uitgebreide brief gestuurd. Het hele gezin Wichman overleeft die angstige septemberdagen. 20 jaar later valt de uitnodiging op de mat voor de eerste steenlegging van het nieuwe Arnhemse stadhuis. Is vastgelegd. Dit is allemaal van 40 jaar geleden. Kijk, want hier heb je die eerste steen die we doen. Maar die steen volgens mij die staat hier wel netjes in de fundering. Maar volgens mij is die nergens te bekennen. Volgens mij is die steen niet in het stadhuis gekomen. Er is volgens mij na de hand een soort spreuk. Hebben ze helemaal onderin, zo een half meter boven de grond, gelegd in stenen, in natuurzin uitgehakt of iets. En dat is eigenlijk na de hand geloof ik een soort eerste steen geworden. Ja, Theo Wichman, Market Garden Baby, die dus deze week 75 jaar is geworden. Ondertussen nog steeds de vliegtuigen over ons heen. Gerdy van Beter zei net tijdens het filmpje, ik wil nog heel even reageren op Lea Marie. Ja, en ook op de gesprekken met de burgers. Wat ik interessant vind is dat we het hebben over verzoening, over samen delen. En ik denk dat de generatie van mijn leeftijd en jonger totaal verzoend is met Duitsland. Dat is helemaal niet meer het issue. Wat denk ik nog dat wel belangrijk is, dat de herdenkingen in Nederland hebben zich altijd ontwikkeld. Er komen altijd nieuwe elementen bij. Maar dat je dat, zoals u het ook zei, in goed gesprek met elkaar doet. En dat je realiseert dat als je te maken hebt met ooggetuigen, met overlevenden, bijvoorbeeld overlevenden van de Holocaust of van Japanse kampen, dat je wel rekening mee moet houden dat nieuwe ontwikkelingen hen niet mogen hinderen in het herdenkingsmoment. Kijk, wat wij allemaal in ons hoofd doen, dat staat ons allemaal vrij. Hè? We hebben geen politie die naar binnen kijkt en van herdenk jij wel. Maar uiteindelijk moet je wel de kans geven dat dingen zich heel langzaam ontwikkelen. En dat wat behouden blijft is de gemeenschappelijke verdriet voor wat er gebeurd is. Het respect voor de doden en het verantwoordelijkheidsgevoel om te zorgen gezamenlijk in de wereld dat dit nooit meer gebeurt. Maar stel nou dat hij Richard van Weizsäcker die heeft genoemd. Ik vind dat zo'n ontroerende toespraak. Maar Gauck heeft hij gesproken, president Gauck, op 5 mei. Ja, dat is ook zo. Ja. Maar ik bedoel, stel dat hij zoveel jaar geleden, ook in zo'n heel pijnlijk herinneringsproces, dat er dan een stem van zo'n Duitser die namens zijn volk spreekt, klinkt. Dat zal ook heel veel mensen helpen, denk ik, om een stap te zetten. Maar dat moet wel. Maar ja, ik heb dezelfde ook, ik ken die toespraak ook. En ik denk dat was een van die eerste toespraken die ook daarover echt... die waarheid, dat het over de waarheid ging en dat er ook over gesproken wordt en ook toegestaan wordt. Ja, hoe gaan we nu verder met die thematiek? Ja. Het wordt altijd heel moeilijk met omgegaan met de thematiek in Duitsland. Maar daar was het echt, oké, wat gaan we nu doen? Ja. Wat gaan we nu doen? Ja. Ja. Maar als het mensen pijn doet? Dat klopt. Nog een keer. Ik versta het wel. Met overlevenden te praten en dan als Duitser, dat betekent u denk ik wel of niet?
Als er overlevende mensen zijn. Maar niet, die willen best met Duitsers praten. Bij de Auschwitz, denk ik, is er altijd Duitsers aanwezig. Ja. Alleen, ik zou zeggen, 5 mei leent zich echt voor het gesprek erover. Mm. En 4 mei, op sommige momenten wel, op andere momenten misschien minder. Maar praat er met elkaar over. Overval elkaar niet met ontwikkelingen waar een deel van de aanwezigen niet in meegenomen is. Ja. Dat is eigenlijk mijn boodschap. Maar 4 mei blijft dus inderdaad wel de herdenking voor de Nederlanders, waar we Nederlandse slachtoffers herdenken. Op de Dam herdenken wij Nederlandse slachtoffers. Ja, ja. Maar dat we anders gaan herdenken, dat is zeker. Want de veteranen vallen weg. Dat betekent dat het op een andere manier gebeurt. Bijvoorbeeld met kunst. Gisteravond was Bridge to Liberation in Arnhem. We hebben daar beelden van, die zetten we even heen. Dat is iets wat jou moet aanspreken, Leo-Marie. Dat we op die manier dat oorlogsverhaal vertellen. Met muziek, met zang, met dans. Dat kan. Komt erop aan waar je dat doet. Met welke publiek. Ik vind wel dat je zoiets goed kan aanspreken. Met over oude generaties. Ik weet niet of het dan zo goed lukt. Maar als je mensen hebt die daarvoor open zijn. Denk ik wel dat je zoiets goed kunt aanspreken. Of interessant maken voor mensen die daarvan nog niks van weten. Maar vanaf moeten de kunsten het over gaan nemen. Want het werkt goed. Kunst, jongeren, dat zijn allemaal prachtige middelen om met elkaar in gesprek te komen. Dat is eigenlijk wat ik zoek, de dialoog. Ja. Dus wat u ook zoekt. Bent u er ook voor, als u dat ziet, zo'n Bridge to Liberation, waar heel Arnhem voor uitliep, dat verbroedert toch? Ja, nee, dat verbroedert ook. Dat verbroedert ook. Dat vind ik ook prachtig. Maar ik zoek het dan eigenlijk niet zo in de enorme evenementen. Dat zal ook helpen. Maar ik vind het ontzettend belangrijk dat op de vierkante meter de dialoog op gang komt. Ja. En dat je vooral ook leert zien dat er ook in de oorlogstijd ongelooflijk veel in Nederlandse ogen goede Duitsers waren en heel veel foute Nederlanders. En dat we die verhalen ook horen. Er zijn heel veel Duitse pacifisten en verzetstrijders allemaal in de kampen omgekomen. Ja. En dat betekent ook dat, Leo-Marie, je niet zo verantwoordelijk moet voelen, want het is allemaal zover voor jouw tijd gebeurd. Ja, natuurlijk. Dat klopt. Maar het klopt, het komt ook door op aan welke generatie jij spreekt. Van Steunpunt Westerbork, daar zijn nog overlevenden. Daar vind ik wel dat ik moet opletten hoe die mensen reageren. Want het is natuurlijk nog een andere generatie die het ook mee heeft gemaakt. En daar is natuurlijk de afstand of hoe ver kun je gaan. Ja. Dezelfde generatie, zoals mijn generatie, dat is iets anders. Tot slot, heel kort antwoord graag mevrouw Verbeet. Gisteren in de Berenkou in Arnhem was het heel druk. Vandaag hier op de Ginkel is het heel druk. Herdenkingen zijn erg in de belangstelling. Ja. En dat is denk ik goed. Dat is geweldig. En u hoort ook uit alle onderzoek. Nederlanders zien de Tweede Wereldoorlog als het morele eikpunt van waaruit ze hun afwegingen maken. En dat is prachtig. Prima. Ik dank jullie alle drie heel erg voor jullie komst. En u bedankt thuis voor het kijken. Want dit was hem alweer. 75 jaar vrijheid op deze dag. Morgen dan zijn we er weer. Morgen vroeg al zelfs. Dan zijn we bij de herdenking in Oosterbeek. Bedankt voor het kijken. En graag tot morgen. Wel dat jullie daar zoveel aandacht aan besteden.